De daders van de overval op het Bastion Hotel in Nijmegen op 1 februari zijn vlak voor hun daad gesignaleerd bij de McDonald's aan de Wiegerseweg. Dit gebeurde rond 11:50, enkele minuten voordat ze het hotel aan de andere kant van de Graafsebrug zouden overvallen. De mannen reden met een bedekt gezicht op een scooter in tegengestelde richting door de McDrive. Hier bonsen ze op de ramen, maar medewerkers vertrouwden het niet en deden niet open. Op het terrein van het restaurant spraken ze nog met een passant. Deze man wordt gezocht door de politie, omdat het een belangrijke getuige kan zijn. Er is nu dus ook sprake van twee daders, waar de politie eerst nog uitging van één verdachte. Beide mannen zijn nog niet gepakt. De Britse man, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een drugslab in Herveld, blijft 3 maanden langer vastzitten. Het lab kwam begin februari aan het licht, na een explosie. De Brit vluchtte vervolgens in een auto, maar kon dezelfde dag nog worden gepakt. De politie heeft de zaak nog altijd volop in onderzoek. Herveld werd maandag 12 februari opgeschrikt door de vondst van een drugslab in een schuur in het dorp. Die ochtend hoorden meerdere omwonenden een harde knal op het bewuste terrein aan de Merkenhorststraat, pal naast de snelweg A50. Agenten hielden bij de schuur 7 mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het lab. Ze werden geboeid afgevoerd, maar zijn enkele dagen later weer op vrije voeten gesteld. Ze blijven nog wel verdachten. Ook burgemeester Bruls reageerde vandaag op het nieuws dat NEC zich geplaatst heeft in de finale van de KNVB-beker. Hij vond de wedstrijd tegen Cambuur van afgelopen dinsdag uitermate spannend. Het was natuurlijk uitermate spannend en zeker toen ik thuis kwam tot de laatste minuut gekeken. Het was wel heel erg spannend en ook in de appgroep van het college ging het op en neer. Er waren meerdere heel erg bij betrokken en dit is natuurlijk een fantastisch succes voor de ploeg. En je weet altijd bij één zo'n wedstrijd, tegen wie je ook speelt, of het een hele sterke of een wat zwakkere tegenstander is, je hebt altijd een kans om te winnen. En ik denk dat dat ook het mooie is wat nu gebeurd is. Dus op naar 21 april, op naar de Kuip.